Welkom in Aartselaar, welkom in ons nu nog leeg pand. Ben je er klaar voor? Hey, ik ben Thierry van BC Signature en welkom in een nieuwe Raps of the Week. Deze week rappen we het beest aka de Lincoln Navigator. Werken we volledig af met satijn wit. We rappen een Defender van glanzend zwart naar X-Spel Stealth, dus volledige lakbescherming. Hetzelfde met een AMG GT, maar dan in de X-Spel Ultimate Plus, volledige bescherming van de snuit. En daar achterin een prachtige zwarte Porsche Spyder, die ook een verdere lakbescherming krijgt. Er komt ook nog een ander beest van een SUV binnen, en dat is een Land Rover SVR. Dus mega graaf, volledig carbon van voor, dus moet ook extreem goed beschermd worden. Daarnaast gaan we deze week ook nog Curbstone. Het zal een natte trackday worden, denk ik, maar dan is er des te meer actie te zien op het circuit. En jullie krijgen een rondleiding in ons nieuw pand. Check out the Raps of the Week. Ja, maar ik moet eerst trekken, ben ik gewoon vrij dat er zo. Dat moet filmen, hè. Oh. Oh. Wat kruikjes, mannetje bedacht. Precies, die lukt. Doe jij het bij mij? Oh. Oh. We hadden met een eigen bol. Deze glanzend zwarte Defender heeft al een klein beetje afgezien off-road en hij ziet er al niet meer zo mooi uit, of toch zeker niet van dichtbij, gelijk dat hem waarschijnlijk nu wel keimooi blinkt daar. Stond er toch best al veel krassen op. Dus er komt een volledige lakbescherming op, zodat hij niet meer zo pijnlijk gaat zijn als hij ermee off-road gaat. En hij heeft niet gekozen voor een glanzende, maar voor de matte zijn dat onze X-Spel Stealth. Dus volledige lakbescherming in X-Spel Stealth op alle glanzende koetswerkdelen van deze Defender. Hey, hallo, ik ben Guy van BC Signatures. Zoals je kunt zien is een Thierry er niet, die is volop bezig met onze verhuis. We zijn hier vandaag op Francorchamps en we zijn hier zoals altijd als partner van X-Spel om een aantal wagens te kuisen, een analyse te doen van hun lakwerk en ze te adviseren over X-Spel. De nieuwe Audi e-tron GT RS. 646 pk, carbonen spiegel,
carbonen dak. En wij zijn vandaag de eerste in het typische spa-weer om hem even te bewonderen. De RS7. Vergelijkbaar qua uiterlijk, elektrisch, niet elektrisch. Wat kiezen jullie? Kom, kom. Hier staat nog iets veel specialer. We hebben er al eentje beschermd, maar deze is wel echt heel speciaal. Ferrari SF90 in een kleur waar wij eigenlijk niet heel zeker van zijn welke het is. Maar het is sowieso een customized kleur van Ferrari Grigio. Je ziet het, we zijn hier aan de laatste wagen bezig. We hebben hier heel wat wagens die op het circuit hebben gereden, allemaal proper gemaakt. Die gaan terug naar huis met een mooie carrosserie die terug weer blinkt. Alle rubberdeeltjes zijn er terug vanaf. We hebben een aantal mensen geadviseerd over het gebruik van X-Pel. En voor ons zit het hier vandaag op. Wij komen zeker terug in juni voor het volgende Curbstone event. Maar onze week zit er nog niet op, dus over terug naar Thierry. We zijn terug in Mortsel aangekomen en daar staat deze prachtige C-AMG Coupé te wachten op zijn eigenaar. De C63S met Parada wheels, een hoop carbon erop. De Sport Spider. En het alarm gaat af. Ja, de Porsche Spider staat ook klaar voor, of bijna klaar voor levering. Nog een paar kwaliteit check-ups. De Lincoln Navigator ziet nu helemaal satijnwit. Enkele klinkjes moeten nog gemonteerd worden. De AMG GT staat ook te wachten op zijn eigenaar. Ondertussen zijn we ook al een heel stuk verder op de Defender. Die is nu al half stealth en half glossy geworden. Deze prachtige M850i is ook voorzien vooraan van X-Pel lakbescherming. Na een aanrijding was er uiteraard koetswerk schade, want het was echt een ongeval. Snuit is hersteld en terug nieuwe folie op de front. En dan het tweede beest, dat hier, derde beest, hè, want ik zat hier vol SUV's momenteel, is deze unieke Range Rover Sport SVR. Uniek toch wel omwille van de kleurstelling. Een heel donker-zwarte kleuren met rode metallic in en een hele hoop exposed carbon. Dat dus best beschermd wordt tegen krassen en steenslag. Dus ook krijgt een frontje in X-Pel. Baby, 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 baby
Welkom in Aartselaar, welkom in ons nu nog leeg pand. En dit is waar we ons, of jullie beter gezegd, zeer binnenkort mogen ontvangen. Ik had een rondleiding beloofd, dus bij deze komt erin. Eerst en vooral onze receptie slash showroom. Hier gaat je binnenkomen om uw auto binnen te brengen of voor meer informatie over een wrap. Dan hebben we hier net achter onze productieruimte, dus waar alle XPL-folies voorgesneden worden, waar de color change wraps verdeeld worden in de juiste vlakken om te kleven. En onze stok, dat gaat allemaal hier gebeuren. En dan de design corner, als je een speciaal ontwerp komt bespreken met onze designer, dan gaat het uiteraard hier moeten zijn. Dan gaan we upstairs. Upstairs onze VIP waiting lounge voor de wachtende klant. Je gaat daar even kunnen chillen, een beetje aan de wifi zitten. Hier in onze open keuken een koffietje nemen. Hier gaan dan uiteraard ook extra burelen voorzien worden. En als het heel goed weer is, kan er ook buiten gewacht worden op ons rooftop terras. En hier onze meeting room slash pizza en pita ruimte. Laat dat duidelijk zijn. Hier gaan we uiteraard ook nog enkele burelen kwijt kunnen. Met een beamer voor onze trainingen en presentaties te kunnen voorzorgen. En nu gaan we even naar de nieuwe werkplaats. Ons team krijgt zelf vandaag voor de eerste keer de rondleiding. Zijn we er klaar voor? Welkom. 600 vierkante meter wrap ruimte. Dan vijf of zes zelfs, dat is prima mogelijk. Zes installbase met het XPL gedeelte, het color change wrap gedeelte, volledige prep zone vooraan om uw wagens allemaal voor te bereiden. Allemaal splinternieuw, stofvrij. Komt uiteraard nog een speciaal suction stoffiltrage systeem, zodat alles tot in de puntjes proper kan blijven en uw wraps in topkwaliteit afgeleverd kunnen worden. Daarnaast gaan we ook ecologisch werken. We hebben overal LED-verlichting, we gaan waterrecuperatie doen. Dus het gaat er helemaal top-notch uitzien. Wij kunnen niet wachten om jullie hier te ontvangen vanaf 25 mei. Nieuwe Defender in het satijn zwart. Geen kleurverandering, maar een volledige lakbescherming. Dus onze XPL Ultimate stelt over het volledige gespoten koetswerk. Het dak is glanzend gebleven, maar het volledige koetswerk is nu beschermd tegen krassen en steenslag. Met deze specifieke Defender wordt ook off-road gereden. Ze willen toch wel iets beter beschermd zijn tegen alles wat dat daar gebeurt. Uiteraard is dit dan een originele zwarte, dus de originele zwarte kleur blijft zichtbaar. Duidelijk gebruikt voor off-road. Geeft een auto uiteraard een totaal andere look. XPL geeft 10 jaar garantie op de folie. Dus de wagen gaat er ook fantastisch blijven uitzien.
aan een auto die een sfeer en vooral wat een kleur. Nu dat er zonder doorgekomen is, ziet je pas echt hoe dat de metaliek in deze kleur tot zijn recht komt. Je ziet ook duidelijk dat je eigenlijk helemaal niet ziet dat er nu folie op zit. Dus heel de snuit is beschermd met onze X-Pel Ultimate Plus. Zowel de gespoten onderdelen als al het carbon op de auto, de koplampen, de spiegels. En in dit geval ook alle raamstijlen. Want die raamstijlen zijn bij de Range Rovers en Jaguars zeer crashgevoelig. Die staan heel rap vol kringen. En dan zien die eigenlijk niet meer zwart, maar dan wordt dat een beetje grijzig. Dus bij deze wagen hebben we alle stijlen beschermd mee met het frontje. En zo is de auto crashvrij en blijft een auto crash in voor de komende jaren. Dit was het weer deze week. Volgende week zie je hoe dat deze twee Defenders in Stealth worden geplakt. Hoe we deze Range Rover Sport in Nardo Grey plaatsen. En hoe dat we de Tesla Model S in het Hope Green doen. Dat zie je volgende week. Like, subscribe en vergeet zeker niet op het belletje te duwen.